Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Heel erg lang geleden, echt een van mijn allereerste video's geloof ik, heb ik een grote schoenenshop vlog geplaatst. En die was zo populair dat die tot op de dag vandaag krijg ik nog comments met 1 moet je houden, 2 moet je houden, 3 moet je niet houden. Nog steeds, terwijl die video echt meer dan 2 jaar oud is. En ik bestel best wel vaak gewoon schoenen en dan kijk ik thuis of ik ze leuk vind en dan stuur ik ze weer terug. En ik dacht, laat ik er weer een video van maken. Dus ik heb wel iets meer besteld dan ik normaal zou bestellen voor de video. En het zijn allemaal sale items. En de vorige keer had ik ook sale items, maar echt dingen die 80% korting hadden. En dat waren dingen die ik eigenlijk helemaal niet zo mooi vond. En nu heb ik gewoon dingen die misschien 20% korting hadden, maar die ik echt heel leuk vind. Dus die ga ik allemaal met jullie bekijken. Mocht je zin hebben in deze video, doe dan zeker eventjes je duimpje omhoog. En het lijkt me heel erg leuk als je in de reacties meepraat wat je van de schoenen vindt. Dus noem de eerste schoen nummer 1, de tweede nummer 2 enzovoort. En laat even weten wat je ervan vindt en of ik ze dus moet houden of terugsturen. Ik heb wel eventjes om erover na te denken, maar ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Ik heb sommige schoenen al een beetje bekeken. Ik vind ze echt super leuk. Dus laten we lekker gaan beginnen. Het eerste paar schoenen is van Vans. En ik heb in het verleden wel Vans gehad, maar die vond ik eigenlijk nooit zo heel erg lekker zitten. En dat waren fel roze en ook roze met zwart, echt heel lang geleden. En ik vond het gewoon niet lekker zitten, niet echt mijn soort schoen. Maar mijn vrienden en Ruben en zo, die zijn zo fan van Vans, dat ik dacht, laat ik het eens proberen, ze waren ook best wel goedkoop. En, oh ja, er zitten wel een paar schoenen bij waarvan ik iets heb van, die heb ik echt wel gekocht vanwege de zilver. Dat is eigenlijk ook deze. Volgens mij, nee. Het begint lekker. Het eerste paar is dit. Het kan heel tof zijn. Dit is iets wat ik zeg maar nooit heb gezien en waar ik echt nog een soort van een mening over moet vormen. Het is dus een soort van badstof suède-achtige look. En het is een beetje grijs-blauw. Mijn eerste indruk was echt van what, omdat het heel apart is. Maar ze kunnen ook heel erg tof zijn. Ik ga ze trouwens ook voor jullie aandoen. Want dat is toch even net het gevoel van, wat vind ik ervan? Oké, dus dit is het eerste paar. Ik vind ze echt wel tof. En dan heb ik nog een paar Vans. En dit heb ik eigenlijk gekocht vanwege de kleur. Maar ja, dit is weer... Nu krijg ik waarschijnlijk alweer comments. Waarom bestel je het dan? Dat zijn dus deze. Deze twee schoenen zijn zeg maar echt totaal niet mij. Maar het kan dat ik ze dus wel heel erg tof vind. Deze Vans. Wat ik wel lastig vind, ik deed dus vanwege de kleur. Maar als je dat dus wil combineren met zo'n kleur, dan... Er zijn echt duizenden tinten van die okergele kleur. Dus zoals dit zou al vloeken. Ik weet niet of je het op camera ziet. Maar dit is echt wel een soort... Ik vind deze kleur veel mooier dan die van de schoen. Dus dit is hem. Ik weet niet. Ze waren niet duur. Maar ik vind het lastig waarmee ik dit dan moet combineren. Het past niet helemaal binnen mijn stijl, denk ik. Maar ik zie het zo wel als ik ze aan ga trekken. Dan het volgende paar. Deze zijn van Tamaris. En dit zijn... Oh ja! Deze vind ik heel erg tof. Ik heb gekozen voor lichtroze. Ik vind ze echt een beetje lijken op een soort van Timberland look. Maar toch anders. Korte laarsjes. Ik vind ze echt heel erg mooi. Ik vind deze bruine rand heel tof. Dit, oh, dit is een heel mooi... Wat is dit? Dit is geen alleen, het is niet zomaar leer. Het is echt fluweelzacht. Ik moet gewoon echt zien hoe ze staan. Ik vind ze heel erg mooi. Maar ook wel weer grof, omdat ik ook wel grote voeten heb. Ik heb maat 41. Ik ben super benieuwd naar jullie mening. Denk ook even van wat jij zeg maar zelf vindt. En als je mij een beetje kent of je bij mij vindt passen bijvoorbeeld. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dus dat is het derde paar. Deze schoenen zitten echt zo bizar lekker. Ik weet niet wat voor bodem hierin zit. Voor zool. Maar echt... Jellyboeken. Dan nummer 4. Deze zijn van Minelli. Ik weet even niet wat hierin zit. Oh. Deze heb ik zeg maar een week voordat ik al deze dingen besteld.
En toen waren ze zijn best wel prijzig. Toen waren ze iets goedkoper. En nu ging ik dus weer schoenen bestellen. En toen waren ze echt de helft goedkoper. Maar toen was mijn maat er niet meer, omdat ik die dus hier heb. En ik dacht, als ik ze dus terugstuur, is er weer een kans dat die weer de originele prijs is. En dat ik dan helemaal geen korting meer heb. Dus, snap je? Maar deze vind ik dus heel erg tof. Maar ze waren wel echt origineel iets van €160. En volgens mij stonden ze er nu voor 80. Maar dan heb ik die maat dus hier, dus die was er niet meer. Maar ik vind ze dus echt te gek. Ik weet niet of ze zeg maar heel erg... Wow, ik heb ook geen nagellakken op, jammer. Of ze heel heftig zijn, dat weet ik dus niet. Maar ik vind ze prachtig en ik hou heel erg van sterretjes. En ik zocht nog dit soort laarsjes. En ze zijn echt heel mooi zacht en ik ben wel echt verliefd hierop. Ja. Dan heb ik UX. En ik heb, voordat ik ging samenwonen en zo bij mijn ouders, had ik heel veel UX. En die zijn allemaal in de berging, omdat ze een beetje oud en vertrapt zijn. En ik droeg ze eigenlijk niet meer. Want ik wilde, ik had zeg maar die hele lange, dat waren mijn eerste. En dan had ik ook nog een soort van laarzen. En dan die half lange. Maar ik wilde altijd heel graag die classic short. Die echt, die mini short of zo, die allerkortste. Want ik dacht, dat staat mooier als je wat vollere benen hebt en zo, dat je dan nog dat slanke stukje van je enkel ziet. Dus die wilde ik altijd al eens. En deze waren nu afgeprijsd naar, ik geloof, €120. En deze kleur wilde ik ook heel graag. En dat zijn dus deze. En wat ik dus vind, doordat dit zo kort is, valt het extra op hoe groot mijn voeten zijn. Dit is echt huge. Dus ik deze aan en ze zitten heerlijk. En ik wil dit al heel lang. En ze zijn echt wel goedkoper, want normaal zijn ze geloof ik 160. Omdat ik dus grotere voeten heb en wat steviger ben, weet ik niet of ik het echt mooi vind staan. Dus dat zien we zo ook bij het aanbeeld. Maar ja, dit zijn dus UX. Dan hebben we Palladiums. En volgens mij, dacht ik, is mijn moeder helemaal fan van dat merk. En had mijn nichtje laatst ook zulke schoenen aan. En die waren helemaal vertrapt. En ik vond het zo toffer uitzien alsnog. En deze waren een beetje afgeprijsd. Dit is een schoenpaar nummer 6. En ik zag ze en ik was helemaal verliefd. Maar dit is ook weer het gevalletje. Krijg ik hier een beetje stompbenen van. Dat dus. Maar het zijn deze. En ik weet eigenlijk vrij zeker dat ik ze wil houden. Omdat ik ze gewoon in mijn schoenencollectie wil. En deze vind ik zo gaaf. En ik ben benieuwd of jullie hier ook van houden. Ik vind ze ook perfect. Ze zijn niet heel lang, want als het wat langer is, dan staat het me echt niet. Ik vind ze zo mooi, een soort van grijs, washed of black. En dan dit en die grove zool en dat hier dan Palladium staat. En ik ben er helemaal verliefd op. Ik vind het echt hele stoere boots. En het is gewoon een heel erg goed merk. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze eigenlijk staan. Dan heb ik Nike Air Force. Dit was dus echt op de foto lichtroze. En toen kreeg ik ze binnen en toen was het dus deze kleur. En ik weet niet, misschien lijkt het op beeld ook wel lichter hoor. Maar het is echt een soort vieze kleur roze. Volgens mij lijkt hij op beeld iets lichter. Het is echt een soort van vies, veel te warme kleur oud roze of zo. En dan die zool is ook heel warm van kleur. Dus ik vind ze echt niet mooi. Terwijl ik het model super tof vind. En alles tof, roze met bruin tof. En het is dus nog donkerder dan jij volgens mij daar ziet. Vies, vieze kleur. Ik vind het heel jammer. Maar ik ga ze alsnog even passen hoor. Dan heb ik deze schoenen en ik weet dat ik deze bestelde omdat ze best wel goedkoop waren. En ik dacht, ik ben benieuwd hoe ze in het echt zijn. En dat ik ze veel mooier vond. Ik heb er heel kort naar gekeken. Veel mooier vond dan op de foto. Ja, ik vind ze zo mooi. Deze wil ik denk ik ook echt houden. Dit is de schoenpaar nummer 7. Dit zijn classic Reeboks.
Ik hou best wel van lichte schoenen. Dat is misschien ook waarom ik die Vans, zeg maar, die gele dan maar niet fijn vind. Ik ben niet zo van de donkere kleuren. En dit is dus een soort van heel lichtgrijs suède met een prachtige witte zool. Die nu nog heel mooi wit is. En echt een topmodelletje wat overal bij kan. Misschien vind ik dit alleen net iets te hoog oplopen. Maar dat zie ik als ik hem aan heb. Hij ziet eruit alsof hij ook heel erg lekker zit. En ze waren ook niet zo heel erg duur. Ik geloof 50 euro. Dus ik ben heel benieuwd waar deze staan. Ik vind ze echt ideaal. Kan overal bij. Oh ja, dit is het enige paar schoenen wat je misschien al kan kennen. Ik dacht, ik doe ze er even bij. Deze heb ik toen op Instagram laten zien. En ik vroeg aan jullie, wat vinden jullie ervan? En de meningen waren onwijs verdeeld. Toen had ik ze volgens mij teruggestuurd. En ze toch nog een keer besteld. Omdat ik ze niet uit mijn hoofd kreeg, zeg maar. Dit is van het merk KMB. Als ik ze nu weer zie, dan denk ik weer van... Oef, wel heftig, hè? Ik herinner me ze echt niet zo. Ik herinner me ze eigenlijk mooier. Dat ik bijna denk, is dit een andere schoen of zo? Nee, het is volgens mij echt een enorme zool. Het zijn deze. Het is groen suède, maar echt heel donkergroen. Dus met een hele lichte zool. Hier van die steentjes op. Het is dus gewoon een veterschoen. En dan nog met... Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik ze zo zonder die steentjes toch vetter zou vinden. Ja, ik hou heel erg van plateauzolen. Ze zijn zo heftig, jongens. Ik weet het niet. Kijk, bij schoenen vind ik, je hoeft niet meteen te denken, yes, love it. Want soms denk je wat langer na en dan denk je ineens van, ja, ik vind ze toch wel leuk. Of juist niet. Kijk, als ik ze maar één keer ga dragen, vind ik het zonde. Maar we gaan ze passen. Oh, dit moet er trouwens helemaal niet bij staan. Dit is niet voor mezelf, dit is voor Ruben. Dit zijn gewoon basic superstars. Die ik echt heel vaak draag. Heb jij ze ook? Laat het me even weten. Ik begin ze wel steeds minder leuk te vinden, omdat zoveel mensen ze hebben. Dat ze gewoon niet meer bijzonder zijn ofzo. Ik weet niet. Maar ze passen overal bij en ik hou van ze. En dan als laatste, ik weet echt even niet. Zwede platform Safari Rose Gold. Oh, ja. Yeah. De laatste van Puma. En dat zijn deze. En ik heb ze in het lichtroze. Die heb ik als het goed is in een video laten zien. Dan heb ik ze laatst in het lichtblauw besteld in de sale. Die had ik geloof ik op Insta Story laten zien. En die roze draag ik heel vaak. Echt 3 keer per week denk ik. En volgens mij, het is misschien net een iets andere schoen. Dat kan. Hij heeft volgens mij ook net iets donkerdere zool. Maar deze zitten geweldig. Ik draag ze wel zonder sokken omdat ik het er anders echt niet uit vind zien. En deze zijn top. En deze waren nu 54 geloof ik. Dus ik weet ook al vrij zeker dat ik deze ga nemen. Het is beige en bruin. Dit is ook heel makkelijk te combineren bij echt heel veel outfits. Dus deze vind ik ook echt top, top, top. Oké, dan ga ik ze nu allemaal passen en als ik straks de video helemaal af heb, ga ik kijken wat ik er allemaal van vind. Dan ga ik jullie reacties afwachten en dan zal ik eventjes een tijdje na deze video in een reactie laten weten wat ik uiteindelijk heb teruggestuurd en wat ik heb gehouden. Ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal gaat staan. Jij hebt het al gezien. Laat dus vooral weten wat je ervan vindt. Help me met mijn keuze en zeg niet bij alles dat ik het moet houden, want dat wordt een beetje te duur. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet je duimpje omhoog te doen. Als je het leuk vond en als je dit vaker wil zien, laat het me ook even weten. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot in het weekend weer om 9 uur. Doei!